Op een heuse IKEA-bank werd de zaak beklonken vandaag. Nu staat het gras nog hoog, maar straks verrijst hier een supergroot Zweeds woonwarenhuis met 28.000 vierkante meter meubels en interieurgadgets. IKEA gaat zich hier vestigen. Wij hebben het koopcontract net getekend, dus het is zo. Bent u er blij mee? Ik ben er super blij mee. Voor Zwolle betekent de komst van de IKEA een bevestiging van de regionale positie die Zwolle heeft. De goede economische uitgangspunten. Maar daarnaast is het natuurlijk ook fantastisch dat een mondiale vestiging zich hier in Zwolle vestigt. Dat ze 50 miljoen euro investeren, 350 arbeidsplaatsen creëren en ongeveer 1 miljoen bezoekers per jaar genereren. Het heeft lang geduurd, maar dan wordt het ook iets bijzonders. Een compacte winkel met een geautomatiseerd magazijn. Wij gaan hier een nieuw winkelconcept ontwikkelen. Een pilootproject voor IKEA internationaal. En hoe de inrichting is van de winkel, hoe de klant het gaat beleven, dat is nog in ontwikkeling. Dat willen we ook nog een beetje spannend houden. Daar zullen we zeker in de loop van de tijd, als we begonnen zijn met de bouw, iets meer over vertellen. In 2014 gaat de winkel open.